grienden zijn vanuit die historie percelen waar vroeger zeg maar, op een bepaalde wijze boompjes werden opgekweekt om uiteindelijk grindhout van te kunnen zagen. Dat werd vroeger veelal gebruikt voor de dijkverzwaringen door zinkstukken. Een groot deel van die grienden zijn niet meer nodig. Dus een groot aantal is ook in verval geraakt. Dat dreigde ook eigenlijk met dit grind te gebeuren, totdat we een aantal jaren terug tot de slotsom kwamen. Dat we er toch eigenlijk goed aan deden om te proberen dit grind nog in ere te herstellen. Wat we hier doen is zorgen dat de wilgen, de knotwilgen, eigenlijk weer opnieuw uit kunnen gaan lopen. En dan moet je, als je dat zo ziet, dan staan er forse dikke takken ook op de wilgen. Als je dat zou laten staan, dan gaat zo'n wilg op een gegeven moment breken. En je ziet ook hele grillige vorm. Dat is op zich geen probleem. Die kan op zich weer nieuw uitlopen. Maar als daar te dikke takken op komen te staan, dan breken ze. Breekt heel de boom eigenlijk af. Dus eigenlijk proberen we hier een stuk in cultuur te houden. Dit hout wordt verzameld, daar worden bossen van gemaakt. En als straks het hele perceel is gekapt, dan hebben we genoeg hout om een haven in de buurt van het biesboscentrum, dat noemen wij de Passantenhaven, om daar de wallenkant weer opnieuw van een nieuwe beschoeiing te voorzien. Op een natuurlijke wijze door middel van deze takkenbossen. Zo, is het hard werken? Ja, best wel. Is het leuk om te doen? Ik vind de natuur heel leuk, dus ja. Ik vind het gewoon leuk om te werken. Het heeft wel iets. Als het dan zo keihard op de grond valt en dat geluid dan ook, dat het helemaal hoort kraken en zo. Ik vind het wel vet. Ja, wij kwamen binnen bij Stay OK en daar kun je gratis op wifi. En ze doken massaal op wifi. Ik denk van nou, ik ben benieuwd wat dat vandaag gaat worden met die gasten. Nou, je ziet het, wifi is compleet vergeten en ze zien eruit als beesten. En dat vind ik eigenlijk wel heel verrassend dat je dat op één dag meemaakt. Voilà!